Hartelijk welkom bij weer een video over de Ortur Lasermaster 2 15 watt laser engrave machine. En nee, ik zit niet op de Bahama's, maar dat had je al begrepen, want de laatste paar dagen komen er heel erg veel video's van me uit, soms 2 of 3 op een dag. Dat is alleen in het begin hoor, geen zorg, dat wordt vanzelf weer minder. En waarom is dat in het begin? Omdat ik allerlei ideeën tegenkom van mensen die dingen maken op een bepaalde manier, waarvan ik dan kijk of ik dat op een goedkope manier ook voor elkaar kan krijgen. Vandaag de tweede, de eerste versie hebben we gezien, dat was foto's op canvas. Maar ik heb ook heel veel video's gezien van mensen die op tegeltjes graveren. Dan heb je daar misschien wel meer methodes, maar twee weet ik er zeker. En die ene, dat is zeg maar dat je dat tegeltje eerst met witte primer behandelt, hem dan zwart schildert, dus net als met die canvas, en dan daar overheen lasert. En ik dacht dat dat eigenlijk de standaard werkwijze was, de werkwijze die eigenlijk ook de enige echte goede resultaten zou leveren. Het lijkt erop alsof ik dat mes heb. Ik heb een witte tegel genomen, eigenlijk een matte tegel die we nog hadden liggen van onze badkamervloer boven. Nou ja, we hebben er nog 15, dus ik heb er 1 van gebruikt, jammer. Die heb ik met witte primer behandeld en die ga ik met die witte primer laseren. Ik heb gezien dat dat kan. Ik wist niet dat het kon, maar het kan dus. En dat is op dit moment wat op dit moment ook door de laser engraver behandeld wordt. Er wordt op dit moment een witte tegel die met witte primer is behandeld, zeg maar, gelaserd. Afbeelding die daarop komt is van onze hond Spike, die we in maart hebben moeten laten inslapen en die we erg missen. En dat is dan ook zeg maar de tekst die daarop staat: Spike, we missen je. Ik ben benieuwd hoe dat eruit komt. Dat ga ik je straks, of beter gezegd, zometeen laten zien. Tot zo. Nou, dat is die dan, het uiteindelijke resultaat. En het enige wat jammer is dat het natuurlijk een witte tegel is. En onze hond was wit-zwart. En ik had bewust de achtergrond erachter vandaan gehaald. Daarom dat je niet echt de hele hond ziet, maar ook op deze manier is het er toch wel aardig cool uitgekomen. Weer heel tevreden mee. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.